Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag ga ik jullie alles laten zien wat ik tot nu toe al verzameld heb voor onze baby, ons jongetje. Ik heb al wel wat gekocht. Allee, het valt eigenlijk nog wel mee wat ik heb gekocht. Maar vooral ook al veel gekregen van familie en vrienden en zo. Dus dat wil ik vandaag laten zien. Als het hier trouwens heel hol klinkt, ik zit in de babykamer. Die is leeg en gepoetst. En ja, helemaal klaar om in orde gemaakt te worden. We gaan normaal volgende week het behang doen, denk ik. Want dat komt volgende week aan. Dus daar kijk ik wel naar uit. We gaan 1 muur in zo'n stickerbehang doen. Maar dat ga ik jullie dan wel laten zien. En het thema wordt jungle. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ook als ik buiten adem klink. I'm pregnant. Dus het is echt... Soms moet ik echt naar adem happen. Het is echt wel een ding zo. Niet goed kunnen ademen als je zwanger bent. En zo'n dikke buik of zo heb ik nog niet. Het is nog wel ça va. Dus ja, ik ben, als jullie deze video zien, 17 weken. Dus ja, nog 3 weekjes en dan ben ik in de helft. Super leuk. Ik kijk er echt naar uit. Maar ik vind het tot nu toe, nu dat ik me niet misselijk en zo niet meer voel, vind ik het ook heel leuk om zwanger te zijn en om zo dat klein buikje te hebben. Oké, ik ga jullie alles laten zien wat ik heb gekocht of gekregen van familie of zo. Er is niks gesponsord, dus dat wil ik even laten zien allemaal. Als eerste hebben Niels en ik in Noordwijk dit knuffeltje gekocht. Het eerste knuffeltje wat we hebben gekocht voor onze baby. Toen wisten we zelf het geslacht nog niet. Dat is nu, ik denk een maand geleden. Ja, zeker een maand. Ik denk bijna 5 weken geleden. En toen hebben we dit gekocht. Super schat, dit konijntje. Dat is van VIB en dat is a very important baby. Dat vind ik wel iets minder dat dat hier zo staat, maar op zich het stoort niet. Dat is schattig. Dan ga ik de kleedjes doen, want die liggen hier naast mij en daar ligt al de rest. Op La Redoute heb ik een paar pyjamaatjes besteld in maat 54. Dat is echt super klein. Ik ga er sneller doorgaan, want ja, anders dan duurt deze video uren. Met streepjes en dan nog zo'n donkere blauw met de regenboogjes. Hey Muffin. Ik wou dit eigenlijk voor de babyboy van Celine. En ik dacht dat dat grijs was, maar het is wel duidelijk blauw. En Celine ziet helemaal niet graag blauw. Dus heb ik het zelf gehouden. Dan heb ik zo'n Molton slaapzakje, dus een dikker. Dat is echt wel een goed dik voor in de winter. En die mouwtjes kun je eraf doen met pitsertjes voor in de zomer eventueel. En ik denk dat deze maat... Oké, de maat is er niet meer aan. Maar ik dacht dat dat ging tot 4 maanden. Je kunt ook van onder die zo oprollen voor in het begin. Dus er zijn ook pitsers dat je dat korter kunt maken. Dat is ook wel handig. Dat is ook van La Redoute trouwens. Dan heb ik bij Next besteld. Dat is een webshop, een Engelse webshop denk ik. Ik kende dat door Celine. En ik had deze kleine witte schoentjes. Voor als baby natuurlijk, hier kunnen die niet mee wandelen en zo. Ik denk ook wel dat hij ook nog wel een grote maat is. Ah, 3 tot 6 maanden. Oké, ça va. Dus als hij 3 maanden is, dat is in eind maart. Dus dan zou je dat kunnen aandoen als hij naar de onthaalmoeder gaat. Dan ook, ik zal iets verder gaan met Next. Had ik nog dit berenpakje. Ik had dat op Instagram van Mangeloop gezet. Wie ons daar trouwens nog niet volgt. We doen er heel veel baby updates en zo. Dus dat is gewoon ad mangel en dan loop aan elkaar. Mangel loop. Dus
Dit pak je ook met voetjes in grijs. Dat is heel zacht. En dit is tot 3 maanden ook. Aangezien we een winterbaby gaan krijgen, zal dat zeker van pas komen. Nou, als laatste bij Next had ik nog een joggingsje besteld. Dit is het truitje. Dit is ook tot 3 maanden. En dit is het broekje in zo'n vuil bruin-gelige kleur. Ook wel heel cute. Dan van de gele flamingo, vond ik ook een hele leuke webshop, had ik dit llama knuffeldoekje voor aan de tut. Ik heb er al een tutje aangehangen. Natuurlijk, ik moet de tutjes nog allemaal steriliseren. Ik moet al de kleertjes nog wassen, maar dat doe ik pas als ik meer op mijn einde ben. Ik denk eind oktober, november of zo, dat ik dat ook in een kast kan hangen. Maar dit zijn zo die touches van Fichs. Heb ik Fich of Fichs, denk ik dat het noemt. Je hebt er ook nu zo van Bips, denk ik. Maar die zijn echt wel populair. Ik heb die in het grijs, moet je niet afrekenen. In het grijs, in het zwart en in het beige. Wel cute. Ik zie toch al 3 opties, maar het is ja niet gezegd dat hij die touches neemt natuurlijk, want ik heb al gehoord dat sommigen niet graag zo'n rond, zo dit stukje rond hebben en liever zo met een plat kantje. Dus dat wordt nog allemaal zien. Dan heb ik tetra doeken besteld, ook bij de gele flamingo. Ik heb Maar er rijdt meer volk door onze straat dan ik had gedacht. Ik dacht dat de voorkant best rustig was, maar als ik dat nu zo hoor, dan denk ik al, oei, de baby gaat hier slapen. Moeten we misschien switchen met de dressing. Maar als behangpapier is al besteld, op maat en zo, dus dat gaat ook niet in. Ja, oké, het zal wel meevallen zeker. S'avonds rijdt hier wel bijna niemand. Maar dat zijn dus tetra doeken en perfect zo bird cloths. Amai. Dus ik heb deze met diertjes, een donkergrijs en lichtgrijs. Dan met bolletjes, donkergrijs met zwart en wit met zwart, ook burkklots. En dan heb ik ook zo tetra wraps. Wraps, noemt dat zo? Wrap? Ja, wat je zo, waar je zo je baby kunt inwikkelen en dat die zo goed slapen en zo. Dus ook met diertjes en dan zo een jungle print met blaadjes. Die zijn ook groter. Die zijn 120 op 120 en die andere burp cloths zijn 70 op 70. Oké, next up is H&M, denk ik. Ik heb deze setjes. Die zijn dit zijn allemaal leggingsjes. Dit is echt newborn, denk ik. Ja, maat 56. Dus dat is 1 tot 2 maand. In zo'n bruin, een wit, een beige. Best veel kleurtjes. En dat hoort dan bij deze. Dus je doet eigenlijk deze en dan die leggingsjes aan. En ja, dat is ook dus in alle kleurtjes deze. Die heb ik ook in alle kleurtjes. Dus dat hoort samen, wel super schattig. Dan, ook van H&M, ook weer maat 56, is dit truitje met een beertje. Zo schattig. En dit broekje erbij, ook zo joggingsachtig broekje. En dan heeft deze Niels gekozen, ook wel super schattig. Deze is denk ik iets ouder, ja, 2 tot 4 maanden, maatje 62. Dit is zo'n, petroleumgroen meer, joggingsbroekje met, hoe schattig, een hoodietje. Ik weet niet of je het goed ziet met dat kaartje, maar echt zo'n zip-up hoodietje. Ik zie hem al, oh, ik kan al niet wachten. Ik ga even verder gaan, eerst met de H&M, want alles ligt een beetje doorheen. Dan heb ik deze heb ik gekozen. Die vond Niels niet zo mooi, maar ik vond dat wel super schattig. Niels vond dat niet zo voor jongens. Maar ik vind dat echt wel unisex. Dit is ook maatje 56.
Dat is een truitje, beige met zwarte bolletjes. En dan hoort dit joggingsbroekje erbij. Ziet je hem al? Oh, echt veel te cute. Echt, babykleren zijn zo cute. En ik denk als je dan een jongen hebt, dan valt het nog mee. Maar als je een meisje hebt, is echt dan slaan ze je dood met kleren voor meisjes. Dat is echt niet normaal. Jongetjes, dat valt nog wel mee. Dan heb ik dit truitje van H&M. Meer zo'n taupe bruin kleurtje met zwarte bolletjes. En had ik nog deze twee joggingsbroekjes. Die zijn maat 56 en het truitje is maat 62. Oei, dat is ook niet slim, want ik wou dat eigenlijk eventueel zo combineren. Maar ja, deze is groter dan dit. Maar oké, okay. Het zijn twee joggingsbroekjes. Ik denk dat dat altijd wel van pas komt. Celine zei ook dat dat het makkelijkste was als baby. Dus dan hebben we dat. Oké, dan. Er ligt hier nog wel redelijk veel. Heb ik dit knuffeltje, dat heb ik van Sophisticated. En er staat ook Klein Wonder. Dat is een schaapje. Heel schattig. Dan heb ik dit van Jennifer en Nicolai. Nicolai, ik hoop dat ik dat juist uitspreek, maar ik denk het wel. Gekregen. Ook zo'n knuffeldoekje, dat is van Happy Horse. Een van de leukste merkjes, vind ik, van knuffeltjes voor babytjes. Dat vind ik echt een heel leuk merkje. Dat is een konijntje. Super schattig. Echt super lief. Dan heb ik van Daniela en Alicia en zo, zijn vrienden, heb ik dit super schattige mutsje van Nijntje gekregen. Dat zou schattig zijn in het begin om ook goed om op te doen, want zoiets had ik nog niet. En dit truitje waarop staat Born in 2021. Dus geboren in 2021. Ook super schattig. Dat is ook 56. Dus dat kan nog zo eventueel op zo'n joggingske. Ik denk dat dat wel nog zo zelfs tot 3 maanden gaat. Dan van de Zeeman, was ik ook al geweest, heb ik dit dekentje. Een wit dekentje van een beertje met oortjes. Super gewoon, maar oké. Okay. En had ik ook al pyjamaatjes gekocht, dus meer katoen. Dus dat is wel iets minder dik voor de winter. Maar oké, okay, ik dacht als hij bij ons slaapt en het is echt warm of zo, dan gaat dat wel op onze kamer. Maar ja, moet ik nog zien. Ik had eerst gewoon een rompertje, dat is maat 56, gewoon wit. En dan had ik twee pyjama's in maat 50, maar de kans zit erin dat hij dat niet eens gaat kunnen aandoen omdat dat zo klein is. Maar ik vind thans wel dat dat groot uitvalt voor een 50 te zijn. Dus ik weet niet, we zullen zien. Dat is gewoon wit met zwarte streepjes. En weer zo'n vuil groen, ook met voetjes. En hier staat dan Sweet Dreams. Dat is ook wel heel schattig. En dan had ik ook nog deze slaapzak van de Zeeman. Wit met zwarte bolletjes. Maar dit is meer, dit is echt wel zo katoen, dunnere stof, meer zomers. En die is ook wel pas voor maatje 70, dus ik denk vanaf 4-5 maanden. Dus dan komt de zomer er ook wel aan. Dus eigenlijk perfect. Oké, we gaan verder met dingetjes. Allemaal dingetjes die ik heb, die we hebben gekregen van Niels zijn ouders. Allee, van Niels, Niels zijn mama en Niels zijn stiefpapa. Deze, super leuk. Deze slap is voor bij opa en oma. Ze hebben er twee. Ik vind het echt super leuk. Dat is ook gewoon heel leuk om effectief mee te nemen naar opa en oma. Dus dat gaan we ook wel doen. Dan dit rammelaartje. Ik vind dat zo schattig, konijntje. Even denkt, oeh, wat is dat? Nee, dat is niet voor mij, dus ik ga het niet geven, maar echt super schattig. En dat kwam van een winkeltje in Maastricht en dat noemde Confetti. En dat was naar het schijnt een heel tof winkeltje. Dus ik wil er zelfs langs gaan. Dan deze Tetra koala doekje. Ook heel leuk om te knuffelen. Heeft ook zo gebonden
ja, hoekjes. En ik weet dat mijn zus bijvoorbeeld als baby zoiets geweldig vond. Dus ja, dat baby heeft opties waar hij graag mee gaat knuffelen. Dan dit, echt zo schattig. Een slabbertje, zo van de siliconen. Is dat siliconen echt? Ja. Met een opvangbakje, beige met regenboogjes, ook enorm lief. En dat merk is Mushy. En dat kwam ook van mijn winkeltje, denk ik, in Maastricht. En dan van Nookies, ook super schattig. En zo fleece, kijk, met een beertje, ik vind het echt super cute. Net zo overlap knoopjes, dat is naar het schijnt ook echt het gemakkelijkste bij newborn babies. Dus ik denk misschien dat dit wel zijn eerste pakje gaat worden, wat hij gaat aandoen, denk ik, hè. Nog niet zeker, maar zo leuk, fleece, mooi, wit, dat is ook zo mooi als die pas geboren zijn. En ook dit is van Nookies, oh, dit vind ik trouwens ook super cute als eerste pakje. Ja, ik weet niet, want ik moet ook wel eens naar die maten kijken. Dit was voor ouder, denk ik. Dit is 1 maand en dit is 3 maanden, ja. Dus dat is meer zo'n tetra-stof ook. Zo'n wafelstofje, ook weer met een beertje, heel schattig. En dan als laatste nog dit pakje. Dat is ook meer voor 3 maanden, denk ik, hè. Ja, 3 tot 4 maanden. Dus dat is een wit pyjamaatje met kruisjes en zo'n olijfgroen, grijs en donkergrijs. Heel schattig. Oké, we zijn er nog niet. Ik heb hier nog wel redelijk vol staan. Ik zal eerst van hier pakken. Van Sanne en Kenneth hadden we een pakje gekregen in de brievenbus toen we het hun hadden verteld. Hebben we zo bijdringen. Super leuk, ook voor de baby's. Dat is ook wel iets wat we echt gaan nodig hebben. En een speeltje zo van Little Dutch. Kijk hoe schattig. Zo'n rammelaar. Muffin is echt zo aan het kijken van hoe is dat? Zo'n rammelaar speeltje. En dan van Celine, Nick en Noah hadden we ook deze kleine. Oh, ik heb even het opgespringen, vervelend. Maar dus kleine Adidasjes. Echt super schattig. Deze gaat hij wel zo pas dragen als die ene is waarschijnlijk. En zo wat kan wandelen misschien tegen dan. Zullen we moeten zien, maar echt super schattig. Ja, dan heb ik van Nivea een pakje gekregen. Dit, en er zit dan zo een wasolie in en een shampootje voor baby's, billetjescreme en zo de blauwe Nivea pot, maar dan voor baby's. Dus die is denk ik zo iets meer dunner, denk ik. Dat is ook voor body, face en bottom. Voor het poepetje. En dan dit, denk ik dat voor in het bad te doen is. Fysiologisch serum. Ja, zo'n oplossing om in het bad te doen. En in een mooie toilettas. Trouwens ook, vind ik super mooi. Dan had ik dit nog gekregen van tante Karen en Bente en Torbe en Erwin. Super schattig koffertje. En er staat ook zo op van mijn eerste logeertasje. Hoe schattig is dit? Dat is toch echt heel cute. Dat is echt veel te cute. Ik zie mij dat echt al zo zetten. En dan, ik denk dat dit zo geur is. Geur, ja, dan moet ik eigenlijk eens op. Ah, maar ja, en ik ga er nog mee wachten, want ik wil dat denk ik wel in het kastje van de baby hangen. Maar ja, ik ruik dat wel. Ik ruik heel lekker fris. Zo'n geurzakje. En dan hebben we ook zo steentjes voor de liefste mama en voor de liefste papa. Zo van die kwartsteentjes. Die ga ik trouwens op het nachtkastje leggen. En ja, ik ze hier zie, denk ik eraan. Dus die ga ik op het nachtkastje leggen. Bij ons op de kamer. En dan deze. Hoe schattig. Een pelikaan. En dit doet mij gewoon echt denken aan, Maria Island aan vakantie. En die heeft een vis in de bek. Hoe tof is dat? We gaan zo een jungle thema doen ook op de kamer. Met veel diertjes. Dus perfect. Deze kan er perfect bij. Super mooi. Om van Niels zijn. Papa en zijn vriendin. Dit is ook een knuffeltje van Happy Horse. Dat is een leeuwtje.
En ook zo'n rammelaartje. De katten kijken echt, Milky zit nu daar. Die denken echt, oh mijn god, is dat voor mij? Het is ook echt super schattig, super zacht. Oh, maar je gaat hem ook enorm leuk vinden, daar ben ik zeker van. Dan hadden we dit nog van Celine. Dit is een blouseje geweest van Noah. Dat is super leuk. Dat ruikt trouwens echt naar Celine, vind ik. Ik had er in de week ook aan geroken toen ik hier weg ging leggen. En ik dacht, dat ruikt naar Celine. En dat is zo een blouseje van Guns N' Roses. Dat vond ik altijd super schattig. En dat gaat nu bij onze babyboy ook super schattig zijn. En dan nog van Daniela, Gianni en Fabio en Alicia. Waar dan nijntjes, mutsje en zo van was. Ook nog dit buffetje. Ook cute, hè? I love that. Vind ik ook zo schattig. Echt, ik vind alles schattig. Oh, van Laurens. Super leuk. Zo van die happy socks. Dus Niels en ik waren aan het zeggen, als je zo de baby in zo'n zwart joggingsje aanduwt met zo witte sneakertjes en andere van die gekleurde sokjes, als hij zo iets ouder is of zo, is echt zo schattig. En ook echt super lief. Dan van mijn ouders had ik deze. Echt, die, ik wou dat jullie konden voelen hoe zacht dit is. Echt niet normaal zacht. Maar dit is zo voor in de maxicosi of in de koets te maken. Je kunt die riemen daar zo tussen spannen. Is trouwens ook van de gele flamingo, als ik me niet vergis, dat ze dat daar heeft gehaald. Je kunt zo die riemen tussen die velcro en zo zetten. En ja, natuurlijk ons kindje is een winterkindje. Dus dat kun je zo lekker toe doen. En je kindje lekker warm in de auto zetten. Of als je gaat wandelen in de buggy of in de maxi cozy, moet je eigenlijk niet per se een jasje aandoen als je die zo van thuis naar de auto, naar mijn ouders of zo gaat. En dan dit weer op het hoofd. Ik vind het echt zo mooi. En dit was in de kleur Nougat, denk ik. Want ik vond het echt een enorm mooie kleur ook. En dan had ik ook nog van mama en papa deze handdoek. Ook heel schattig. Zo'n, ja, dat is meer gebroken wit, deze handdoek. Met oortjes en zo'n tapje. Ook super schattig, ook van de gele flamingo. Dus, oeh, ik trek hier mijn kleed omhoog. Maar echt, ja, we hebben al zoveel gekregen. Dat is echt niet normaal. En ik ben er nog niet door, want er staan nog. Maar het is wel bijna door. Oké, okay, ook van Sanne en Kenneth hadden dit leuke boek. En dat is een dikke doeboek voor zwangere mensen. Niels en ik hebben hier al goed wat in gebladerd. En we gaan er wel zo redelijk wat dingen uit doen. Het is echt heel tof om zo nog een beetje bucketlist dingen te doen voor je bevalt en zo. Dat is echt wel heel leuk. En dan van Sophisticated had ik ook nog deze twee boeken. Ik word mama en ik word papa. We zijn momenteel allebei nog een boek aan het lezen. Niels denk ik help. Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. En ik dat grote boek van mama baas. En dat noemt ook gewoon denk ik word mama of mama worden of zo denk ik. Dus als we die uit hebben dan gaan we deze beginnen lezen. Dan van Kelly en Marco en Billy, Billy Bo, hadden we dit gekregen. Super leuk. Dat is zo'n, ja, dat zet je eigenlijk op het nachtkastje. Dat zingt, dat projecteert sterretjes naar de hemel en zo. En daar zou die heel goed van slapen, want dat maakt ook zo'n white noise, denk ik dat het noemt. Ja, ik denk het. Dat is super leuk. Ik zou dat liefst van al allemaal willen open doen, maar dat kan ik moeilijk doen. En dan van Charlotte en Claudio hadden we dit gekregen van Mooney, konijntje. En dat wou ik echt heel graag, want Charlotte had mij dat alles verteld. Ik ga het proberen op te zetten, maar het hier. Zo. Dat detecteert eigenlijk wanneer de baby weent. En dan gaat dat licht aan om die te kalmeren. Dat maakt ook super leuke geluidjes. Bijvoorbeeld het geluid van de zee. Een liedje, regen, zo het bos, wind en dan ook het geluid van in de buik eigenlijk wat die maakt. Dus dat is echt wel super tof. En vooral die cry detector vind ik wel zot. Want dus als die weent, dan, ja, dan merkt die Mooney dat en dan gaat dat aan. Dus dat is echt wel
super zot. Daar ben ik ook echt super blij mee. Ik wil die ook wel uitpakken. Maar ik ga nog even wachten, want anders heb ik schrik dat dat vuil wordt. En Charlotte zei van dat in, op het einde van mijn zwangerschap, zoals ik nog 2 maandjes of zo moet, dat bij mij te leggen in bed en bij mijn buik te leggen. Want dan zou de baby dat al horen. Dus ik kijk wel naar uit om dat zo te doen. Dat gaat wel tof zijn. Oké, dit is alles wat ik voorlopig voor onze baby heb. Ik ben er zeker van dat er nog heel veel gaat bijkomen. Mij kennende zal ik waarschijnlijk nog wel wat kopen. En zal ik wel te veel kleren hebben. En de oma's, mijn mama en hier zijn mama. Die, ja, dat is natuurlijk het eerste kleinkind. Dus die kopen ook redelijk veel. Dus dat was heel lief wel. En dat vinden we heel fijn. Dus we gaan sowieso wel genoeg hebben, denk ik. Ik kan vooral niet wachten ook om het babykamertje in orde te maken. Maar ja, ik heb nog tijd, hè. Ik ben nog niet halverwege. Dus dat vaak heb ik nog wel tijd. Maar toch, het gaat ook wel snel. Want als ik nu zo denk van... Amai, ik ben al bijna halverwege. Het is eigenlijk best wel snel gegaan. De eerste 12 weken vond ik echt van niet. Maar eens je na 12 weken bent, is het echt zo keisnel. Dus ja, ik wil toch ook binnenkort dat dat in orde is en dat we dat mooi hebben hier. Dat ik hier zo wel kan komen en kan denken, wat binnenkort ligt ons jongetje hier. Ik kijk er echt naar uit. Maar oké, ik ga hier deze video afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Volgende week komt trouwens Q&A deel 2. Ik wou de Q&A's niet na elkaar zetten, want ik dacht dat is misschien ook saai en iets ertussenin doen. Melkietje. Zit je bij de deur aan het krabben? Ik doe normaal nooit. Maar ik wou de Q&A's gewoon niet na elkaar zetten, want dan dacht ik dat is misschien te saai. Dus die komt volgende week. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!